Vrijdag begint in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek het derde Best Kept Secret Festival. 3 dagen lang bekende en minder bekende artiesten uit binnen- en buitenland. En een groot geheim is het festival niet meer, want wie er komend weekend op de 5 podia staan, dat is al lang bekend. Ja, we zitten dus midden in het festivalseizoen en gisteren werd Pinkpop afgesloten. En dat was voor sommige bezoekers een wereldervaring, zoals voor Rosanne de Korver uit Breda. Ja, wat gebeurde er? Ik stond vooraan bij Pinkpop en Robbie Williams was aan het optreden. En hij had al 2 keer wat oogcontact met me gezocht. Echt te erg. Pak je mijn hand. Appa. En op een gegeven moment ging hij het podium af en liep hij zo naar me toe. En toen had ik ook zoiets van, hij gaat naar mij lopen. Dus ik hang zo naar voren dat ik eerst van hem een kus op mijn wang krijg. En dat deed hij. En vervolgens vroeg hij hoe ik heette. En daarna of ik mee het podium op wilde. Will you come on stage with me? Ja, het was zeker een droom, want ik ben echt wel een fan van Robbie Williams. Ja, niet op mijn kamers vol met posters hangen en dergelijke, maar als hij in Nederland is, dan ga ik echt naar zijn optredens. Je hoort iedereen klappen, dat was mij vanmiddag pas opgevallen. Dus ik was gewoon maar lekker aan het losgaan. En ik had de hele tijd zijn hand vast. Dus dat was echt helemaal super. Oh, dat is echt zo erg. Het was leuk en hij rook ook echt heel lekker. Want hij had ook nog achter die wal een luchtje waar hij zichzelf nog even net voor het liedje deed me insprayen. Dus toen deed ik ook maar even zo. Doe mij ook maar even een luchtje. Dus ik heb ook zijn luchtje op mijn shirt zitten. Ja, en dat shirt? Ja, dat shirtje dat zit nou ingelijst. En die gaat daar niet meer uit. In ieder geval niet in de was. Oh, dit is toch fantastisch. Ja, geweldig. Zien, hè? Ja, kan er bij jullie ook zoiets gebeuren? Ja, nou ja, dat soort dingen gebeuren wel. Hoor. Ik weet dat bij vorig jaar hadden we bij Larry Gus allemaal mensen op het podium. En bij Belle en Sebastian stond volgens mij het hele podium vol met 40 mensen. Die trokken ze 1 voor 1 het podium op zondagmiddag. Ja. En dat mag gewoon dan? Nou, de security is met dat soort dingen meestal niet zo blij. Want die zijn al een beetje bang dat er een ongeluk gebeurt. Maar als de sfeer oké en relaxed is, dan maakt het niet zoveel uit. Nee. Vrijdag gaat het beginnen. Ja. Ben je er klaar voor? Nou, dit zijn wel tropenweken en het is zeg maar onze kerstdrukte dit. Mm-hmm. Maar in principe zijn we klaar om vrijdag open te gaan. Moeten nog veel last minute dingen gebeuren. Maar dat komt goed hoor. Maar waar verheug je nou het allermeest op? Zaterdag. Waarom? Omdat vrijdag altijd heel erg druk is en we dan heel veel stress hebben om als het open gaat te zorgen dat alles loopt van het begin tot eind. En zoals wij dat dan zelf noemen, ergens rond 9 uur gaan de porto's vallen stil. Dan hoor je niemand meer praten, dan loopt het. En dan zijn we heel moe van die opening. En op zaterdag loopt het eigenlijk allemaal en heb je de opening gehad. En ga je ook nog niet sluiten, want dat is ook altijd weer een piekmoment. Mm-hmm. En zaterdag is meestal het moment dat we zelf het meeste genieten van het festival. Maar kun je dan ook een beetje feesten? Nou, feesten niet. Want feesten versta ik toch dat we inderdaad 2-3 uur kwijt zijn op het festival. En inderdaad ook een paar keer langs de bar lopen. Dus dat zit er niet in voor nee. ons. Ja, jammer. Nee, dat is inderdaad jammer. Ik ga zelf ook altijd graag naar festivals. Maar ik kan in ieder geval een paar shows dan zien. En een paar van de bands en acts en dingen die we geprogrammeerd hebben zelf zien. Dus dat, maar waar ga jij dan naartoe als je zelf graag naar festivals gaat? Welke kies je dan uit? Nou, wat we zelf gezegd hebben bij de start van dit festival in 2013. En dat is ook echt waar. We hebben het festival met z'n allen gemaakt waar we zelf graag naartoe willen. Dus als ik een festival zou willen bezoeken, dan zou ik naar Best Kept Secret gaan. Ja, natuurlijk, snap ik. Maar je gaat natuurlijk bij anderen kijken. Welke kies je dan uit? Ja, nou, ik ben met mijn vriendin en mijn kinderen de afgelopen paar jaar vaak naar Into the Great Wide Open geweest, op Vreeland. Ik ben vanaf de allereerste editie in, wanneer zal dat zijn geweest, begin jaren 90, 18 jaar naar Lowlands geweest. Mm-hmm. Daar kom ik al een paar jaar niet meer, maar dat zijn wel de festivals, zeg maar. Een Brabants festival? Een Brabants festival, waar we toe zijn geweest. Incubate. Okay. In Tilburg, dat vinden we ook een te gek festival. En dat is ook een festival wat qua line-up en qua instelling, denk ik, raakvlak vertoont met Best Kept Secret. En wat wij zeker dit jaar hebben, die een uitstekende line-up. Maar even dan naar jullie line-up. Ja. Wie komt er? Nou, bijna 100 acts. En de meeste, ik zie het al in beeld verschijnen. Ja, kun je het mooi oplezen. Precies, die staan op vrijdag. Noah Gallagher, Royal Blood. Al Jay sluit op zondagavond af. Op zondag opent Johnny Greenwood, dat is de gitarist van Radiohead. Die komt met het London Contemporary Orchestra spelen. Dus dat wordt denk ik heel bijzonder. Ja. Ja, dat is iets waar wij heel erg naar uitkijken. Omdat dat iets is waarvan we denken dat dat niet heel snel op andere festivals kan. Dat soort shows vinden wij altijd heel interessant om inderdaad te doen. Maar je hebt dus artiesten uit binnen- en buitenland. Ja. Het zijn niet allemaal bekende namen. Is dat een bewuste keuze?
Ja, dat is een hele bewuste keuze. Ik durf zelfs te zeggen dat de meeste, het merendeel van onze line-up wat onbekender, spannende nieuwe muziek is. Dat is ook echt wel waar we ons op laten voorstaan. We proberen een combinatie te zoeken van een aantal headline acts, een aantal bekendere acts die de dag afsluiten. Maar met zorg proberen we echt aan de onderkant van onze poster echt spannende nieuwe dingen te doen voor mensen die dat leuk vinden. Die het leuk vinden om nieuwe muziek te ontdekken. En dus echt voor de muziek liefhebben. Absoluut, absoluut. Zijn er dan nog andere dingen waar jullie in onderscheiden? Wat jullie anders maakt? Ik denk dat we voor Nederlandse festivals een heel onderscheidend aanbod hebben in eten. Oh ja? Ja, zeker. Ik denk dat er staan bij ons geen ketens. Het zijn allemaal foodtrucks. En we hebben echt, we proberen ieder jaar een aantal nieuwe dingen ook in onze menukaart te doen. Dit jaar veel insecten. Veel insecten? Ja, insecten. Ik geloof dat er Wat denk je? Als ze genoeg gedronken hebben, dan eten ze alles. Nou, het gekke is, ik las de cateraar die insecten aanbiedt. Dat schijnbaar in 70% van de wereld staan insecten gewoon standaard op het menu. Het is eigenlijk heel raar dat wij in West-Europa dat bijna niet hebben. En het is heel milieuvriendelijk. Het is lekker. Ik heb zelf ook laatst sprinkhanen gegeten bij een restaurant vrijwillig. Bij mij om de hoek. Ja, vrijwillig. Als je ze maar goed in de knoflook en de rode pepers bakt, dan maak je alles prima. Lekker, hè? Ja, ja zeker. Van knoflook wordt niks vies. Nee, maar dit is ook wel een ding, want je zegt die duurzaamheid, innovatie, vernieuwend, verrassend. Ja. Dat is ook de reden waarom jullie in 2013 de prijs voor beste festival ja, hebben. Ja, zeker. Wij proberen ieder jaar een aantal dingen echt te verbeteren in de festivalervaring. Vorig jaar hebben we de munten die op de meeste festivals gebruikt worden om te betalen vervangen door polsbandjes, de chipsbandjes. Het eerste jaar hebben we een statiegeldsysteem geïntroduceerd. Op festivals van onze omvang in Nederland gebeurde dat eigenlijk tot op dat moment niet. We hadden vorig jaar het meest gefotografeerde item van het festival was de peatree. Ja, de boom met de boom met de pot eraan, zeg maar. Ja, nou, we lachen er allebei een beetje om. Maar het zijn wel dingen waar wij heel erg naar kijken. Ik denk overigens ook dat precies het succes ervan verklaart. Mannen plassen gewoon graag tegen een boom. En wij hebben daar nu gewoon een pispot tegen aangehangen die alle urine gewoon afvoert. Ja. Heel bewust niks mee gedaan in de communicatie vooraf. Maar het was inderdaad het meest gefotografeerde item van het festival vorig jaar. Dat soort kleine, maar belangrijke innovaties. Het is een beetje een eigenzinnig festival eigenlijk. Nou. Is dat jij het zegt, maar ja, dat is ook wel de bedoeling. Ja, zeker. Ze doen wel een paar dingen waarvan we altijd kijken van oké. Maar dit is dan het derde jaar. Jullie zijn wat kleiner begonnen. Het wordt wel steeds groter. Is dat dan iets spannend om het steeds weer groter, meer, beter te willen maken? Ja, tuurlijk. Je probeert de dingen die goed gaan net zo goed of beter te doen. En je probeert, en dat is zeker bij ons wel vaak een startpunt van de eerste gesprekken voor het nieuwe jaar. Wat kunnen we dit jaar anders doen? Of de dingen die ik net vertelde, die we echt vernieuwen. Ja. Is het dit jaar iets waarvan we denken, zo pakken we het ook vaak aan, een stukje bij beetje, is dat onderdeel of dat onderdeel, kunnen we daar iets veranderen dat het festival beter maakt? Het is het best bewaarde geheim, best kept secret. Ja. Wat is het grote geheim van dit jaar dan? Ik denk dat toch wat ik net al even noemde, het Johnny Greenwood, de gitarist van Radiohead, die op zondag in zijn eentje met een volledig orkest opent. Dat zijn wel dingen waar wij heel erg naar uitkijken wat dat gaat worden. Dat kan gewoon heel spannend en heel mooi worden van dat soort shows. Vrijdag, zaterdag, zondag 19, 20 en 21 juni is het dus in volle gang en wij mogen kaarten weggeven. We geven 2 keer 2 kaarten weg naar voor een dag naar keuze eigenlijk. Dus je mag zelf zeggen waar je naartoe wil. Stuur even je motivatie naar onder ons @omroepbrabant.nl. Laat even weten welke dag je wil en waarom jij daar per se bij moet zijn. Goed, gaan we doen.